Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heikoop. We lezen vandaag verder in het Evangelie naar Marcus, het 14e hoofdstuk vanaf vers 32. Het gaat over de gebedsworsteling van de Heer Jezus in Gethsemane. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En Jezus zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. In de overdenking wil ik graag een moment met u stilstaan bij vers 34a, waar we horen: Jezus zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Broeders en zusters, na de viering van de Pascha-maaltijd gaat Jezus met zijn discipelen de stad uit. Ze gaan samen de Kidron-dal door op weg naar de Olijfberg, naar de hof van Gethsemane. Daar aan het begin van de hof laat Jezus zijn 8 discipelen achter en 3 andere, zijn meest intieme discipelen, neemt hij mee de hof in. Alleen Petrus, Jacobus en Johannes vergezellen hem. Jezus vraagt hen daar om daar te blijven en met hem te waken, terwijl hij zelf een stukje verder gaat om te bidden. En dan horen we dat Jezus bedroefd en beangst werd. Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood, tot stervens toe. Een diepe angst overvalt hem. Hij werpt zich op de grond. Op een andere plek in de Bijbel, Hebreeën 5, horen we dat Jezus in tranen uitbarst. Hij begon te smeken en te kermen. Heel scherp tekent de Bijbel ons het diepe lijden, de grote angst van de Heere Jezus in Gethsemane. Wij hebben daar soms, denk ik, een wat te stoïcijns beeld van. Dan stellen we ons Jezus voor als een soort onbewogen filosoof, die alles vooruit ziet, alles al ziet aankomen, en het dan onbewogen, gelaten over zich heen laat komen. Een stoïcijnse filosoof, niets deert hem, vol goede moed stapt hij op elke situatie af. Denk bijvoorbeeld maar aan Socrates, het verhaal over zijn heldendood. Socrates, de bekende Griekse filosoof, Socrates is op een gegeven moment ter dood veroordeeld. Hij zou de jeugd van Athene op het verkeerde pad brengen met zijn filosofie. Socrates werd veroordeeld tot de doodstraf, tot het drinken van een gifbeker. Niet iedereen was het daarmee eens. En toen hebben ze de avond voor zijn terechtstelling de deur van zijn gevangenis op een kiertje gezet, in de hoop dat Socrates zou ontsnappen. Maar Socrates nam zijn lot heel ernstig. Hij bleef gewoon in de gevangenis zitten. Hij weigerde te vluchten. De volgende dag nam hij, zonder een spoor van angst, zeer moedig de gifbeker, dronk hem op en stierf. Zijn dood, zijn zelfbeheersing, maakte op de tijdgenoten een geweldige indruk. Bij de Heere Jezus ging dat er heel anders aan toe. Hij zweette van angst. Hij kermde om verlossing. Hij lag op de grond te huilen. In een van de psalmen staat: hij was een worm en geen man meer. Geen heroïsche moed, zoals bij die Griekse filosoof,
Alleen iemand die kort voor zijn dood vol is van angst. Waar was Jezus nu precies zo bang voor? Ik denk nog niet eens zozeer het sterven zelf. Hij realiseert zich dat hij nog maar kort te leven heeft. Toch is angst voor de dood bij hem niet overheersend. Als hij straks aan het kruis hangt, hij gaat bijna sterven, dan roept Jezus nog uit: "Het is volbracht, het is klaar." En toen hij stierf, bad hij nog met een kindergebed: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." Je krijgt niet de indruk dat dat nu zoiets waar iets voor hem geweest is. Dat Jezus zo beangst was, beangst en bedroefd tot stervens toe, dat kwam door iets anders. Dat kwam door die beker die gedronken moest worden. De beker van Gods toorn. Jezus moet in zijn lijden en zijn kruisdood het oordeel van God, de vloek, de straf op de zonde dragen. Hier in Gethsemane ging Jezus aanvoelen wat dat is. Gods toorn over de zonde. Dat maakt dat hij zei: "Ik ben tot stervens toe bedroefd. Ik zou liever sterven dan leven." Zo bedroefd was hij, zo vol wanhoop over de komende toorn, de Godverlatenheid die hij moest dragen. De Heer Jezus heeft de beker gedronken, tot de laatste druppel. Hij heeft volhard in die onpeilbaar zware aanvechting. En weet u waarom hij volgehouden heeft en deze weg tot het einde toe gegaan is? Weet u waarom hij die beker gedronken heeft? Hij dacht aan u en aan mij. In die nacht in Gethsemane heeft hij aan u gedacht. Wat zou er met u en met jou gebeuren als hij die beker niet dronk? Wat zou er van uw leven terechtkomen? De Heer Jezus heeft in die nacht aan u en mij gedacht. En zijn liefde voor u en mij waren sterker dan wat dan ook. Hij is de Godverlatenheid ingegaan, opdat wij nooit meer de God verlaten zouden worden. Zoals het avondmaalsformulier dat zo prachtig zegt. Hij heeft gekermd van angst, opdat wij nooit meer zo angstig hoeven te zijn. Hij is de volkomen eenzaamheid ingegaan, opdat wij niet meer eenzaam zullen zijn. Hij heeft uw en mijn zonde op zich genomen, om ons daarvan te verlossen en te bevrijden. Hij is de diepte van de hel binnengegaan, om ons de hemel te kunnen schenken. Daar in de hof van Gethsemane heeft hij aan u en aan jou gedacht. Bedenk dat. Ga daar niet aan voorbij. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, wat een indrukwekkend verhaal. Je kunt eigenlijk alleen maar stil worden als we daaruit lezen. Uw angst, uw worsteling in Gethsemane. Daar, Heer Jezus, begon u er iets van te voelen. Wat het was om de toorn van God over de zonde der wereld te dragen. Heer, het was voor u een verschrikkelijke weg. Wij stelden ons soms veel te mooi voor. Alsof u een soort stoïcijnse filosoof was. Maar u was daar tot stervens toe bedroefd en beangst. Omdat u die beker moest dragen. En dat is een lijden, Heer God, waarvoor woorden tekortschieten. Dat is een lijden waar we niet bij kunnen. Daar is in die nacht in Gethsemane en in die 3 uren duisternis aan het kruis. Daar heeft u de Godverlatenheid doorstaan. Bent u ingegaan om ons daarvan te kunnen bevrijden. Heer, we kunnen er niet helemaal bij, maar elke keer opnieuw als we daarbij stilstaan,
dan mag het ons hart raken. Dat u dat voor ons gedaan heeft, wat heeft u ons onpeilbaar lief. Wij danken en wij loven u daarom. Heer, geef dat we daar niet aan voorbij gaan. Geef dat we beseffen mogen dat u daar aan ons, aan mij hebt willen denken en daarom die beker hebt gedronken. Heer, dat besef mag ons ook bijblijven, ook in deze lijdenstijd. Dat mogen we meenemen als we op weg gaan naar Goede Vrijdag en op weg gaan naar het Paasfeest. Daar kunnen we diepe rust vinden. In Gethsemane op Golgotha, daar is het geschied. Heer, ga zo met ons. Wees met ieder die het moeilijk heeft, die nu een moeilijke weg gaat. En ons bij de hand nemen en ons leiden. En doe ons leven vanuit dat geheim van het evangelie. Dat danken bidden wij u, uit genade, om Jezus wil. Amen.